Ik denk A. Echt? Ja, maar jouw irritatie zo. Ik heb honger. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we kijken naar aflevering 8 alweer. Ik heb weer verzin in, jullie? Ja, dus laten we hem aanzetten. Yes. Oh, zo, hij stond er heel erg. Staat hij niet goed? Ja. Oké. Dit is Brugklas. Bezittelijk voornaamwoord, wederkerend voornaamwoord en wederkerig lijkt op elkaar, maar ik ga het verschil zo meteen uitleggen. Oh, dat is die ene waarmee je al die foto's gaat maken van docenten. Oh ja, met die posters. Ja. Aanwijzend voornaamwoord. Meneer. Betrekkelijk. Volgens mij zit er een gat in de blouse. Hier. Of is het een vlekje? Ik heb echt een andere haarstijl moeten nemen, wat niet altijd zo warm is. Nee, maar dit is leuk. Grappig toch? Behalve van voornaamwoorden houd ik ook weer van de geur van mijn eigen oksel. Kom op, zo kinderachtig. Timo, jij ook nog een voorbeeld van een wederkerend voornaamwoord? Wacht even, ik heb precies hetzelfde aan. Ik heb net mijn flarebroek en mijn sweater. En losse haren. Ik heb in de aflevering. Met deze plukjes. En ook dit shirt. We zien er gewoon precies uit als een... Oh my god, oké. Okay. Ja, jij bent apart. Kijk, deze, die lijken eigenlijk wel even op elkaar. Ook ontzettend mooi hoor, want het is een heel mooi kleurgebruik ook. Maar als je ze dus zo naast elkaar houdt, zie je dat? Dan lijkt die ene, die lijkt deze, lijkt eigenlijk net zo rond. Maar dat is hij dus eigenlijk niet. Want ik moest die foto's maken voor klikken om die decent een beetje belachelijk te maken. Hè? Kom op. Ja, serieus? Ga je dat ook bij elke les doen? Alleen bij de saai, hè? Mop, man. Je draait je echt als een kleuter, toch? Kijk hoe ik zit helemaal als een troll gewoon. Als een troll. Nou, ik vind het wel grappig. Wat? Oké. Okay. Jeez, die twee kijken me echt aan alsof ik verkering aan Timo vraag. Ik zeg hem niet dat ik hem leuk vind of zo. Ik zeg alleen maar dat ik zijn foto's best grappig vind. Je moet nu niet te veel van jezelf gaan denken, want zo grappig was het ook weer niet. Ik vind het behoorlijk braaf allemaal. Maar dat handarbeid lokaal ruikt zo lekker. Is het jullie ooit opgevallen? Nee. Hey, lekker. De volgende dag, een kwartier voordat de eerste les begint. Heb je die dingen nou serieus opgehangen? Elke keer. Zo of mijn lief. Loop naar de paal, kijk eerst naar het blaadje en reageer dan. Boom. Boom. 100 keer. Oh, ja, maar ik snapte niet, want ik moest op een hele gekke draad. Nee, ik heb zo alleen een klikker gezet. Sorry, maar dat kan echt niet. Ik weet zeker dat jij die hebt opgehangen, want dit is jouw foto. Het zijn mijn foto's, maar... Hey, Timo. Lekker, joh. Ik kan maar één iemand gedaan hebben. Oké, foto's van mensen bewerken is grappig. A. Ja, het is maar een grapje. Of B. Nee, dat is het beste. Ik zeg B. En ik ook, maar kijk... Ik denk A. Echt? Als je van vrienden of zo, dan ja, kan maar, het best. Ja, maar kijk, dat is dus, van wie er zit echt een lijn tussen plagen maar en pesten. Maar bewerken is dan niet meteen pesten. Nee, als maar het kijk, van vrienden wel is. Aan, kijk, weet je, als je gewoon een beetje van grap nou ja, en... het is eigenlijk een moeilijke stelling, laat weten wat je ervan vindt. Ja, in de comments. Liz, waarom hangen alle foto's door de school? Mijn foto's. Wat? Waarom hangen al mijn foto's door de school? Hé, hey, lachen man, die foto's. Maar je kunt er niet zomaar gaan vast beschuldigen, hè? Ik verschuldig er niet zomaar. Denk je nou serieus dat ik jouw foto's echt heb uitgeprint en door de school in heb gehangen? Alsof ik daar tijd voor heb. Macho, eerst even kijken. Als ik jullie vertel, dat dit take 20 is, dan is het take 20. Nee, deze denk ik 30 keer opnieuw gedaan. En toen, het allerlaatste zinnetje. Meneertje had nog één zin dat ze afgelopen zijn. We hadden een hele lange scène in de mediatheek. En er zat geen test tussen, dus we moesten hem in één keer doen. En die ging eerst heel vaak mis, maar toen ging die goed. En toen hadden deze twee op de gang nog wat. Alleen ik. Dus ja, alleen hij had nog wat op de gang. En ik had zoveel honger. Ja, maar jouw irritatie zo. Ik heb zo. Honger. Hij was alleen maar, ik heb honger. Ik ben benieuwd wie het wel gedaan heeft. Nou, het zijn wel mijn teksten. Wat bedoel je? Nou, ik heb de teksten gemaakt en ik heb het op klikker gezet. Maar ik heb ze niet uitgeprint. Leuke foto's. Dank je. Hey, leuke foto's. Leuke foto's? Ik kijk ze niet meer zo goed. Echt een monster. Die is toch tof? Oké, ik geef toe. Hij is grappig. Wow. Dat was ook zo niet grappig. That's a good joke. Ik snap het niet. That's a
good one. Die twee blijven me verbazen, hoe anders als ze zijn. Want het is wel weer duidelijk dat de humor naar Timo zou gaan en Sofie heeft overgeslagen. Ah, wat aardig van je. Ja, niet arrogant, wat lief, schat. Ja, het gaat snel, hè? Ja, ik ben een uur. Oh, mijn stem. Petitie, brugklas, aflevering van een uur. Ik vond dat dit te kort was. Ik wil meer zien. Hoe lang was die? Ik vond deze aflevering vond ik echt heel, heel ik vond, leuk. Ik was deze aflevering was ik meer tevreden met mijn eigen spel. Moet ik same. En ik vond het gewoon over het algemeen een hele leuke aflevering. Dat was maar voor deze week. Check volgende week, volgende maand, de volgende keer voor meer leuke video's. Ja, vergeet ook vooral niet om te abonneren en volg ons op alle social media. YouTube, Snapchat, Instagram. Doei! Tot de volgende keer! Yeah.